Een hele goede middag, dames en heren. En super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe Treinspot video. Mijn naam is Mark en ik wil je welkom heten bij deze nieuwe Treinspot video. Vandaag zijn we in het buitenland. We zijn vandaag in Alicante in Spanje. En ik wil proberen hier een Treinspot video op te nemen hier in Alicante. Dus ik ben benieuwd hoe ze hier uitzien hier in Spanje. Dus laten we ruim naar binnen gaan om te kijken wat voor treinen hier rijden. Zo mensen, ik ben binnen. Je ziet er achter de treinen staan. En ik ga hier mooie filmpjes maken. Ik heb gevraagd of ik hier mag foto of filmen. Dus dat mocht. Dus dat gaan we lekker doen. Een strapje heb je bij me. Je ziet er hier niemand. Dus we kunnen hier mooi de statief neerzetten. En dan kunnen we wat treinen filmen. Heel veel kijkplezier met deze treinen. Ik zie daar een hele mooie. Een beetje hetzelfde als de TGV denk ik. Tegen de Thalys. En deze treinen. Deze oudjes. Dus, maar dat is wel een keer leuk. Ik kan anders andere treinen. Dus we gaan mooie foto's of films maken. Alle foto's kun je te zien op mijn Instagram. Het Treinspot. Dus check die ook eventjes. En dan gaan we beginnen met het filmen van deze treinen. En ik hoop dat we heel wat moois tegenkomen meteen. Alicante is een centrale treinstation van Alicante, Spanje. Gewoonlijk lokaal aangeduid als Renfe-station. Maakt het station deel uit van ADIF-systeem en is het eindstation. Zo mensen, even kijken. Om een kwartier rijdt hier wel een trein. Dus over 6 minuten gaat er eentje, dan weer over 15 minuten, dan 45 minuten weer eentje. Dus dat is niet heel erg druk station, maar wel een heel leuk station. Met een leuke trein hier rijdt wel Renfe. Ik hoop dat het goed zeg. En dan komt het treintje aan. Let's go! Op 4 januari 1858 vanuit Madrid. Het duurde bijna 10 jaar om het spoorweg op te bouwen van Madrid naar Alicante. Zo mensen, we gaan nog even kijken of we daar nog even kunnen filmen. Aan de andere kant het spoor. Bij die soort Thalys-achtig. Dan kunnen we even daar een foto en video filmen. Daarna gaan we even een andere locatie zoeken. Ik zie daar een mooie brug staan. Misschien kunnen we daar nog wat treinspotten. Want over een half uur komt pas de eerstvolgende treinen die een beetje komen.
Dus daar gaan we niet op wachten. Dus we gaan gewoon even kijken wat we kunnen doen. Dus let's go! Het station herbergt in twee lange en middellange afstandstreinen. En het is de oorsprong van de lijnen C1, C3. Van Cercueil, Murcia en Alicante. Voor stedelijke treinen. Het station is niet gedirecteerd aan het smalspoor Alicante-Denia. Beheerd door FGV. En onderdeel van het tramnetwerk van de stad. Alicante is een stad in de gemeente in de Spaanse autonome regio Valencia en is de hoofdstad van de provincie Alicante. De stad ligt aan de Costa Blanca en is de na één grootste stad van de autonome regio Valencia met 322.673 inwoners. In 1858 werd de spoorlijn tussen Alicante en Madrid geopend. Zo mensen, er zijn nog drie treinen gaan filmen en dan is het voorbij. Ik ben hier op vakantie in Benidorm. De vakantievlogs zijn online, dus mocht je ze willen zien, kijk ze eventjes. Ze zijn super leuk geworden. Elke dag een vlog en daarna tot de vakantie voorbij is. Nu zijn we lekker toch twee of drie treintjes filmen en dan is het weer voorbij. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken naar deze treinspot video. Hoop dat je toch weer genoten. Doe een duimpje omhoog, dat zou ik super tof vinden. En abonneer op mijn kanaal hier op de hoogte zijn nieuws en vlogs, treinspot video's of andere soort video's die ik maak. Blijf op de hoogte door te abonneren en op het belletje te drukken. Dan welke keer als ik je upload, krijg je dat te zien. En dan krijg je een melding. Goh, Mark, vlogkanaal, heb je een nieuwe video geüpload? En dan kan je hem kijken. Natuurlijk, het is helemaal gratis. Abonneer is gratis en neem ook een duimpje omhoog. Het is ook helemaal gratis. Dan weet ik dat je die video leuk vindt en dat waardeer ik ook heel erg. Ik hoor in ieder geval maar in de trein aankomen. Dus we gaan even kijken. We gaan zo filmen. We praten. Dat kunnen we ondertussen als de trein aankomt. Dat hoor ik. Dat klinkt als een trein. Ja, dat klinkt als een trein. Nou, let's go. Prachtig. Nou, we gaan nog even twee of drie treinjes filmen en dan is de video voorbij. Misschien kort, maar ik heb niet veel meer dan dit. Hier in Alicante rijden niet heel veel rond hier. Dus vandaar. Maar volgende keer gaan we weer verder met de treinspot video. Ik denk volgend maand weer, denk ik. December. Dat weer een nieuwe online komt. Dus ja, blijf op de hoogte. Abonneer even en like deze video. Zou ik super tof vinden. En dan check ik jullie volgende keer weer. Later.